him. Nee, Sophie, ik heb Eddie Murphy gehuurd. Lekker. Heerlijk, ik ben gek op Eddie Murphy. Ik bedoel die kaas. Oh, ja. Ook een stukje? Jij denkt ook maar dat alles hier in huis van jou is, hè? Uitvreter. Heb je het toch gedaan? Ik kon toch niet weten dat ze het voor zichzelf gemaakt had? Mijn trui. Uit die trui. Trui? Ja, ik heb het nog zo gezegd. Kijk, nou is hij helemaal uitgelubberd. Wat denk je nou eigenlijk? Dat we in gemeenschap van truien zijn getrouwd? Ze moeten me wel hebben vandaag. Ik ben net op tijd. Zeg dat wel. Om mijn laatste pilsje te redden. Zo. Zeg nou, de televisie even op Studio Sport zit. Of ergens anders gaat hangen, dan hoor je mij niet meer. Volgens mij ben ik hier te veel. Hoe lang ben jij hier nu, Thomas? Half jaar of zo. En je denkt nu pas dat je hier te veel bent? Mooi. Het is mij duidelijk. Ik ga al. Voorgoed. Nee, toch niet. Helaas. Not War Festival. Oh, dat is zo'n 35 jaar geleden, toen ik nog een hippie was. Wat? Daar is een revival van het Make Peace Not War Pop Festival in Engeland. Oh, dat zou ik nou toch nog eens leuk vinden. Wat? Om daar naartoe te gaan. CS&Y komen ook weer. CS&Wie? CS&Y. Crosby, Stills, Nash & Young. Advocatencollectief. Hé, hey, ja, leuk hoor. Oh, daar heb ik zulke geweldige herinneringen aan. We lagen met duizenden blije mensen in het gras. En toen was daar die te gekke jongen die ik ontmoette. Sophie, alsjeblieft. Overdag een beetje blowen. 'S nachts in een klein tentje. Helemaal te mad, weet je wel. Sophie, het is maandagochtend. Nou, en... Ja, dan heb ik geen zin om jouw hippieverhalen aan te horen. Vertel dat maar weer eens als we gezellig met z'n allen rond het kampvuur zitten. Wanneer zitten wij nou gezellig rond het kampvuur? Precies. Ga naar de zaak. Dat zou ik nou toch zo leuk vinden om daar nog eens naartoe te gaan. Ik hou jou niet tegen. Nee, maar het vliegticket en het verblijf, dat kost wat. Oh, nee. Ik ga niet jouw overjarige hippie-herinneringen financieren. Maar hoe moet ik er anders komen? Hoe ben je er 35 jaar geleden gekomen? Oh, toen kreeg ik een lift van mijn buurjongen in een lelijke oude eend. Ja, dan bel je die buurjongen toch? Die heeft tegenwoordig vast een leaseauto van de zaak. Tot vanavond. Oh ja, en... Make pizza, not war. Vliegticket. Betalen, ja, ja. Een treinticket kan ze krijgen. Enkele reis, assen. Hallo, ik ben Gonnie Lastman van de Stichting Liefde. Sorry, geen belangstelling. Waarom krabbel je nu ineens terug? Terugkrabbelen? Ik probeer vooruit te krabbelen. Ik zie wat je moet doormaken. Hè? Ik heb hetzelfde doorgemaakt. Niemand hield van me. Pardon? Ik voelde me alleen, verlaten, onbemind, uitgekotst, net als jij. Probeert het eens bij de buren. Nee, want ik moet bij jou zijn. Ik zie aan je dat je hunkert naar liefde en warmte. En die kunnen wij je geven. We kennen je, Thomas. Thomas? Ja, zo heet je toch? Nee, ik heet Paul. Nou, ons maakt het niks uit. We kennen je, Paul. Hij is Thomas. Wat is hier aan de hand? Ah, daar kan deze dame je alles van vertellen. Ik denk dat hij er wel oren naar heeft. De prettige dag. Hallo. Ik ben Gonnie Lastman van de Stichting Liefde. Ja, ik had gisteren een foldertje besteld, maar... Komt u verder. Ja.
Die maandag zit er ook weer op. Althans voor deze week. Pap. Hey, schat. Je bent gisteravond te ver gegaan. Waarmee? Thomas. Ja, ik deed lelijk tegen hem en Sophie ook, maar jij was voor hem de druppel. Ik? Ja, jij hebt gezegd dat hij hier te veel is. Nee, dat zei hij zelf. Ik heb het alleen niet ontkend. Ja, nou heeft hij een of ander nummer uit de krant gebeld. Er stond er vanochtend een mens op de stoep. Gonnie Lasman van de Stichting Liefde. Ken je die? Ja, die stond hier voor de deur. Die dacht dat ik Thomas was. Maar dat was ik gelukkig niet. Weet je wat de Stichting Liefde is? Nee, en dat wil ik ook graag zo houden. Dat is een commune in de Franse Pyreneeën. Oh? Ja, maar wil Thomas daar naartoe? Ja, ik zal hem niet tegenhouden. Pap. Sorry. Ga naar hem toe en hou hem tegen. Zeg dat je het niet zo hebt bedoeld. Nou, ik heb het wel zo bedoeld. Maar pap, ik hou van hem. Ik ook. Ik ben gek op die jongen. Echt, en daarom gun ik het zo. Al dat geluk in de Pyreneeën. Al die leuke mensen, prachtige omgeving. Als Thomas vertrekt, word ik erg ongelukkig. Ach, die jongen gaat toch niet naar Frankrijk, naar een commune. Het is Thomas. Hij is zijn koffer al aan het pakken. Echt? Oké. Ik ga wel even met hem praten. Bedankt voor je spontane hulp. Wie is daar? Vader van je vriendin. Kom binnen, Paul. Ik hoorde van Gwen dat je plannen hebt. Ja, dat heeft ze van mij. Ja, en ik heb het weer van Gwen. Ze is er niet blij mee, jongen. Nee, maar jij wel. Nou, laten we mijn gevoelens er maar even buiten houden, hè? Nou, dat is nou juist het probleem. Jij laat me de hele tijd voelen dat ik hier niet gewenst ben. Daar trek jij je toch niks van aan? Daar heb je hier nog nooit iets van aangetrokken. Maar gisteren ben jij te ver gegaan. Je hebt letterlijk gezegd dat ik te veel ben. Dat heb jij letterlijk gezegd. En jij hebt het niet ontkend. Omdat je toch nooit naar me luistert. Ik luister nu. Dus ga je gang. Wat moet ik zeggen? Thomas, mijn huis is jouw huis. Mijn bank is jouw bank. Mijn tv is jouw tv. En mijn laatste biertje is jouw laatste biertje. En laat het uit je hart komen. Hoor niks. Ja, luister jongen, ik hou van mijn dochter. Maar... Als jij echt van Gwen houdt, dan moet je ook van mij houden. Wie zegt dat? Gwen. Zeg, luister eens, snotaap. Dat heeft Gwen nog nooit tegen mij gezegd. Ze heeft je toch naar boven gestuurd om het goed te maken. En wat denk je, dat ik nu op mijn knieën ga voor jou? Jij moet nog heel wat levenservaring bijgebracht worden, knul. Jouw levenservaring zeker. Nou, daar hoor ik niks wijzer van. Precies. En daarom is het heel goed dat jij naar de commune van Gonnie gaat. Kan je een beetje bijleren. Nou, ik denk niet dat Gwen dat ook vindt. Oh, maak jij je maar niet druk over Gwen. He? Die vangt haar vader wel op. Met echte liefde. Nee, dat komt wel goed. Dat is Gwen's trui. Ja, afscheidscadeautje. Wil je er nog een paar sokken bij? Dat kan daar verdomde koud zijn, hoor, s'nachts. Gwen gaat u hier om haten, Paul. Oh, gaan we terugkrabbelen? Slap Janus. Nee hoor, helemaal niet. Ik zou niets liever willen dan meteen weggaan. Als ik het geld had gehad, was ik al lang weg geweest. Geld? Ja, een ticket Perpignan kostte gauw 200 piek en ik moet daar een bijdrage in de kast storten. Wat let je? Ja, dat geld heb ik nou even niet. Oh, maar... ja. Even kijken. Wat denk je? Voldoende voor het eerste jaar? En je hoeft geen dankjewel te zeggen. Ik weet het niet precies, maar ik denk toch wel al gauw zo'n 400-500 gulden. En dat wil je niet eens even voorschieten? Je vader zit gebakken aan zijn geld. Wat dat betreft had hij nog wel eens een voorbeeld kunnen nemen aan jouw opa Zaliger. Ook een wijntje, dames. Heb je met Thomas gepraat? Ik heb mijn best gedaan, Gwen, maar hij is vastbesloten om te gaan. Wat? Ja, die jongen die wil zijn vleugels uitslaan. Hè? Die zit nu al een half jaar met mijn laatste biertje op mijn bank naar mijn televisie te staren. En daar wordt hij niet gelukkig van. Omdat jij daar elke keer een probleem van maakt. Precies, en daar heeft hij genoeg van en ik geef hem groot gelijk. Maar daar heb jij toch die excuses voor aangeboden? Ja, daarvoor ben ik naar boven gegaan. Ik kan niet geloven dat hij me zomaar laat stikken. Lieve Gwen, Thomas moet leren op eigen benen te staan. Hij heeft nu een beslissing genomen. En als je echt van hem houdt, dan laat je hem gaan. Jullie kunnen toch e-mailen met elkaar? Mensen moeten leren op eigen benen te staan. Vind je niet, Sophie? Je denkt toch zeker niet dat ik ook naar een commune in de Pyreneeën ga vertrekken? Mijn
besluit staat vast, Gwen. En dat ik het niet wil, dat zeg je helemaal niks. Dit gaat even niet meer om jou, dit gaat om je vader. Je vader? Paul haat me. Nou, daar geloof ik helemaal niks van. Hij zegt vreselijke dingen, echt waar. Ja, tegen... Dat is mijn wekker. Tegen mij zegt hij ook zo vaak dingen. Maar ik ken hem nu lang genoeg om niet helemaal serieus te nemen. Hij heeft toch ook zijn excuses aangeboden? Nee. Niet. Dit heeft hij me aangeboden. Is dat een papa? Gekregen. Voor de reis. Helemaal te gek, man. Weet je wat papa heeft gedaan? Ja? Hij heeft Thomas een oprotpremie gegeven. Hoeveel? Ja, weet ik veel, 500 piek of zo. Goh, wat is die man toch gierig. Gierig? Dat is een gemene leugenaar. Ook dat, ja. Het kan hem gewoon niet schelen als ik ongelukkig word. Nee, lieverd, dat is helemaal niet waar. Je vader houdt vreselijk veel van jou. Nou, merk ik anders helemaal niks van. Het gaat hem gewoon om Thomas. Toen je moeder zo oud was als jij, had ze ook een vriendje. Zag ik helemaal niet zitten. Oh ja? Nee, zo'n lange sladood. Zo'n ruggengraatsloze droogkloot. Die alleen maar bezig was met zijn carrière. Weet je wat ik toen tegen haar heb gezegd? Dat ze het uit moest maken. En dat heeft ze toen gedaan? Nee, want anders hadden we hier nu niet met je vader gezeten. Maar ik moet uiteindelijk toegeven dat het toch nog wel iets moois heeft opgeleverd. Nee, serieus. Het gaat erom wat jij wil. Hè? Love is all. Ja, maar dat weet hij toch? Weet je, je moet je vader gewoon duidelijk maken dat jij wil dat Thomas blijft. Dan zorgt hij heus wel dat Thomas blijft. En hoe doe ik dat dan? Je moet hem raken op zijn gevoelige plek. Zijn portemonnee. Bijna goed. Ben je aan het werk? Ja, ik moet even brief afmaken. Het spijt me dat ik net zomaar ben weggelopen. Ach, dat begrijp ik wel. Ik dacht dat mijn wereld instortte. Maar ik besef me nu dat het eigenlijk allemaal onzin is. Nou, ik ben blij dat jij het zo volwassen opneemt. Ik heb met Sophie gepraat. Zo? Ja, ze zei dat ze jou ook eigenlijk helemaal niet zag zitten in het begin. Oh. En toen dacht ik, nou, als mama naar haar geluisterd had, dan was ik er nu niet geweest. Maar in ieder geval wil ik je heel erg bedanken dat je alles hebt gedaan om Thomas hier te houden. Ach ja, je weet toch hoeveel ik van je hou. Ja, en ik van jou, pap. Ik zal je proberen 2 keer in de week te e-mailen. Hè? Heeft die jongen gevraagd of je meeging? Nee. Oh, gelukkig. Ik dacht even dat jij maar ook... ik wil zelf met hem mee. Waarom? Nou, ik hou van hem, pap. En ik vind, als hij vindt dat hij hier weg moet, op eigen benen wil gaan staan, dan ga ik met hem mee. Oh ja, en je hoeft mama niks te vertellen. Dat heb ik al gedaan. Oh. Is je laatste? Ja, nou, daar ben ik wel gewend. Wat ben jij voor vader die zijn dochter in de armen van een sekte drijft? Een sekte? Stel je niet aan. Die Stichting Liefde is een sekte. Roel? Sorry, wil jij wat drinken? Die prins. Prins? Nou, prins, een vriend van mij die was aan het surfen op internet. En die kwam bij een site met ex-leden van de stichting. Die club wordt geleid door een wijf dat 16 jaar in een gekkenhuis heeft gezeten. Ja, en die is getrouwd met een ex uit Wenen. Die lui zijn hartstikke gestoord. Die dansen naakt bij volle maan om de godin van de liefde gunstig te stemmen. En daarna moet je verplicht 3 uur knuffelen met die ex uit Wenen. Jij wil niks drinken, Paul. Dus je begrijpt, hoop ik wel, dat ik mijn dochter daar niet naartoe laat gaan. 3 uur knuffelen met een ex uit Wenen? Geef hier die prins. Waarom? Ja, dan kan ik ze Gwen laten zien. Nou, het lijkt me verstandiger als ik dit even oplos. Waarom? Omdat ik verstandiger ben. Proost. Begrijp jij nou waarom die Thomas naar zo'n secte wil? Het lijkt me meer een type om een beetje in de bank te hangen met een biertje erbij. He? Dus ik keek Gonnie smekend aan en zei... Nee, nee, ik lus geen... brandnetels. Ja, nou, ik ben blij dat je het met me eens bent. Wat een rotzak. Ik heb altijd al gezegd dat Thomas rare trekjes heeft. Nee, papa. Die heeft Thomas in die armen van die secte gedreven. Hoezo? Hij heeft gezegd dat Thomas hier te veel is. Lieverd, wat Thomas doet, moet hij zelf weten. Maar jij hebt toch zeker geen zin om naar zo'n enge secte te gaan? Nee. Oh, nou, mooi. Dat is dan ook weer opgelost. Maar ik kan Thomas niet alleen laten gaan. Wat? Waarom niet? Hij is radeloos. Niemand geeft echt om hem. Zijn ouders niet, mijn ouders niet.
En ik hou van hem. En als hij gaat, dan ga ik met hem mee. Lieverd, ik hou ook van Roel. Maar dat is nog geen reden om verplicht te gaan knuffelen met een ex-uitbener. Nou, dan hou je ook niet echt van hem. Ik wil gewoon dat je hier blijft. Ik blijf hier als Thomas blijft. En als je het niet erg vindt, ik heb nog een hele hoop om in te pakken. Dus jij wil dat mijn dochter brandnetels vreet? Brandnetels? Ze betaalt je oorlog. Ik heb het over die secte waar jij mijn dochter mee naartoe wil nemen. Secte? Geleid door iemand die 16 jaar in een dwangbuis heeft gezeten, getrouwd is met een ex-seriemoordenaar, orgies hebben bij volle maan en die brandnetels vreten. Jezus. Meen je dat nou? Niet te geloven. Brandnetels? Oh, dat wist hij nog niet. Nee, dat heeft hij gewoon niet verteld. Thomas, als jij verplicht wil gaan knuffelen met een ex-uitbener, dan heb je mijn zegen. Maar ik wil niet dat je mijn dochter daarin betrekt. Ja, ik kan er toch niks aan doen dat Gwen niet mee wil? Nou, zorg dan dat ze hier blijft. Hoe dan? Door ook hier te blijven. Ja, dat zou ik best willen, maar niemand vraagt me dat. Oh, nou, dat is goed. Dan vraag ik je dat wel. Hè, Thomas, blijf hier. Ja, dat is heel aardig van je, Inge, maar dit is Pauls huis. En ik blijf alleen als Paul zegt dat zijn huis mijn huis is. Dat zijn bank mijn bank is. Dat zijn tv mijn tv is. Is dat alles? En dat zijn laatste biertje mijn laatste biertje is. Oh, redelijk voor je. Maar hij moet het wel menen. Doe maar. Moet hij soms ook nog verplicht 3 uur met je knuffelen? En? Geregeld? Ja, ze blijft hier. Godzijdank. Als Paul tegen Thomas zegt dat hij wil dat hij blijft. En je moet het menen. Dat kan ik niet. Natuurlijk wel. We zijn daar voor moeilijk aan. Thomas, ik wil dat je blijft. Thomas, ik wil dat je blijft. Thomas, ik... Ja, ik... Thomas, ik wil dat je blijft. Nou, zie je nou wel geen kunst aan. Ja, maar ik meen het niet. Ah, ik geloof het wel, hoor. Mijn huis is jouw huis. Mijn bank is jouw bank. Mijn tv is jouw tv. Oh, ho, ho, ho. Mijn laatste biertje is jouw laatste biertje. Oh, dat gaat wat ver, hè? Dat kan ik toch niet zeggen? Ja, waarom niet? Omdat het niet zo is. Doe dat toch niet zo kinderachtig? Als die jongen dat nog graag wil horen. En jij hebt makkelijk praten. Hij woont niet bij jou in huis. Jou wel, dat wou ik ook graag zo houden. Laatste biertje. Oh, hij durft wel. Pizza. Ja. Thomas, kan ik jou even spreken? Natuurlijk. Ik heb begrepen dat jouw besluit om te gaan vaststaat. Maar ik wil je toch vragen om te blijven. En waarom, Paul? Nou, omdat ik niet wil dat je in een of andere secte 3 keer per dag 3 uur met een ex-uitbener moet knuffelen. Hè? Jouw plek is hier, dit huis. Jouw huis. Ja. Ben ik blij dat je dat zegt. Maar ik wil een plek waar ik niet alleen het gevoel krijg dat ik word getolereerd. Nou, je wordt hier niet getolereerd hoor, Thomas. Nee? Nee, dit huis is jouw huis. Mijn huis is jouw huis. Ja. Jouw bank is... Jouw bank. Jouw tv? Ja, is jouw televisie. En jouw laatste biertje? Dat heeft Roel net opgedronken. Bedankt, pap. Ik ben een keipal. Ja, ik wist het wel. Wat wist je wel? Dat hij zou inbinden. Als je ze maar op een gevoelige plek raakt. Wat voor spelletje speel je eigenlijk? Pokémon, Blue Version. Jij was helemaal niet van plan om naar die secte te gaan, hè? Ik weet niet. Nee, zeg eens op. Nou ja, nee. Dat had je toch niet echt gedacht? Ja. Dat had ik wel gedacht. Ik had echt gedacht dat je zou gaan. Nee, ik wilde alleen maar dat Paul... Jij wilde een man alleen maar op zijn knieën hebben. Gwen, ben je niet blij dat ik blijf?
Daar ben ik nog niet zo zeker van, Thomas. Daar ben ik nog helemaal niet zo zeker van. Ik droom. Harry, pa. Getverdemme nachtmerrie. Eitjes zijn zo klaar. Alvast een glaasje sinaasappelsap, pap. Paul. Liever Paul. Alvast een glaasje sinaasappelsap, Paul. Goedemorgen, pap. Lekker geslapen? Nou, dat vertel ik je zo als ik wakker ben. Is mijn lunchtrommeltje al klaar? Hier, twee keer kaas met garnering. Vergeet je de was niet? Op kleur sorteren? Tuurlijk. Oh ja, en Sophie had gevraagd, de ramen moeten weer eens gelapt. Pap, je bent de liefste papa van de hele wereld. Thomas? Paul? Vertel eens. Nou, ik dacht, nu ik toch ben opgenomen in een familie, kan ik ook wel eens wat aan het huishouden gaan doen. Niet geloofwaardig. Gwen was kwaad op me omdat ik helemaal niet van plan was naar die secte te gaan. Aha. En dat ik haar had gebruikt om jou op de knieën te krijgen. Aha. Dus tenzij ik echt naar die secte wilde. Oh ja. Wat? Mijn geld. Heeft Gwen afgepakt. Oh ja, Thomas. Als je de douche schoonmaakt, hè, vergeet het putje niet. Gwen. Ja? Lieve schat, ik... Wil je mijn excuses aanbieden? Wat? Nou, dat ik niet tegen Thomas... Ah, pap, vergeet het. Je hebt al genoeg straf gehad. Juist. En over een weekje is Thomas er vanaf. En hebben wij een schoon huis. Gwen? Ja? Mijn geld. Oh ja, dat heb je aan Sophie voorgeschoten. Sophie? Voor die uur vijf vroeg. Bye! Paul, darling, make peace, not pizza. Je bent een schat dat je me dat geld hebt voorgeschoten. Ik wist wel dat er ergens in jou nog iets van de flower power generatie was blijven hangen. Ik ben over 2 dagen terug. Thomas kookt, maar dat wist je waarschijnlijk al. Ik moet nu hurry naar mijn plane. Bye, bye, love. Bye, bye, happiness. Hello, loneliness. I think I'm gonna cry. Swap over.